Ik kwam hier al toen ik een jaar of 5, 6 was met een zeilbootje. Want mijn ouders hadden ook een zeilbootje. En dit is gewoon een gebied wat nooit verveelt. En als je dan de kans hebt om op een boot te zitten, op zo'n boot, en heen en weer te mogen varen en mensen te mogen vervoeren, dat is alleen maar een hartstikke leuk, natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die weten geen eens dat dit er is. Maar de meesten zijn erg enthousiast. Die zeggen, nou, hartstikke goed zeg. Dat is eigenlijk wel de meeste reacties. Ja. Midden-Delfland, een groene verademing in de Randstad. Een plek waar de stedeling tot rust kan komen en kan genieten van de natuur en de stilte. Een gebied met tevens een zeer rijke cultuurhistorie. Er valt van alles te ontdekken. Dat begint al ondergronds. Er zijn vindplaatsen bekend uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en middeleeuwen. Maar vooral bovengronds zien we vandaag de dag nog veel van die cultuurgeschiedenis terug. In het open landschap zijn tal van historische boerderijen, oude landwegen en vaarwegen te ontdekken. Vanaf deze vaarwegen kan men als het ware een tocht door de geschiedenis maken. We staan hier in de kerk op Hodepijl, een kerk halverwege Den Hoorn-Schipluiden. Merkwaardige plaats, maar daar komen we straks over te spreken. Deze kerk, dat is een waterstaatskerk. Dat betekent dat het ontwerp is door Waterstaat gemaakt. Deze kerk werd gebouwd in 1840 als katholieke kerk. En het gebouw is in gebruik gebleven als kerk tot 15 december 1963. Toen verhuisde de kerk naar het dorp Schipluiden. Daarna is dit gebouw een soort pakhuis geworden. Het heeft nog wat meer bestemmingen gehad. Maar in 2004 kochten Tilly en Dirk Post dit kerkgebouw met de bedoeling er een ontmoetingsplaats van te maken. De restauratie heeft een kleine 3 jaar geduurd. En op Hemelvaartsdag 2007 is deze kerk in gebruik genomen in zijn nieuwe functie. Prachtig opgeknapt. Als we bijvoorbeeld naar boven kijken, dan beleven we daar de hemel van Hodepijl. Deze schildering was er oorspronkelijk niet. Die is aangebracht op verzoek van de eigenaren en geschilderd door Ruud Krijnen. En deze afbeelding toont de allegorie van de slang en de roos. Oftewel de hemel van Hodepijl. Het oeroude gebied is van oorsprong een plek van de boeren, de melkveehouders. Door de eeuwen heen hebben zij het open landschap weten te behouden. Maar de afgelopen decennia zijn de melkveehouders in Nederland en ook in Midden-Delfland steeds meer onder druk komen te staan. De lagere melkprijzen, de toenemende regelgeving en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn voor veel boeren in het gebied een reden geweest om te stoppen met hun activiteiten. Of om op zoek te gaan naar nevenactiviteiten. Ik geef al wel vast die map mee met informatie, dan kan u die alvast in de caravan leggen. Dus een plattegrondje met voor de omgeving, dan weet je een beetje hoe en waar. Prima. Nou, eventjes nog wat uitleg over het internet. En heel veel fiets- en wandelroutes over dit gebied. Over Midden-Delfland. Dus de mensen hoeven zich hier niet te vervelen. Nee, dat kan je wel zeggen. Als u die mee wil nemen, dan loop ik even met u mee naar de camping. Ja, dat is goed. Het goede plekje aan te wijzen. Toen wij dit over zijn gaan nemen in 1999, zijn we begonnen met het melken van het vee. Dat was moeilijk. Het was een klein bedrijf. Er was intussen een melkquotum opgekomen, waardoor we niet voldoende melk meer mochten leveren aan de fabriek. We hebben toen uitgezocht om het bedrijf te vergroten. Daar moesten we land voor bij kopen, moesten quotum gaan kopen. De stal voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. Dus er kwamen heel veel kosten bij kijken. Dat
werd eigenlijk te zwaar. Toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om een camping te beginnen. Ik kon ook buiten de deur gaan werken. Mijn man kon ook buiten de deur gaan werken. Maar we hebben de keuze gemaakt om zoveel mogelijk op het bedrijf aanwezig te blijven. Voor het bedrijf zelf, maar ook voor de kinderen die toen nog klein waren. En daar paste zo'n camping toen de tijd met 15 plaatsen, paste goed in het plaatje. Dus het was eigenlijk uit nood geboren dat we overgestapt zijn op recreatie. Wat uitleg hier, in het midden staat het toiletgebouw met de douche en de wc. Ja. En als u nog wat informatie zoekt, dan hebben we hier aansluitend aan de stal. De verschuiving van de activiteiten binnen het boerenbedrijf zijn voor de traditionele boeren niet altijd even gemakkelijk. Van melkveehouder ineens campinghouder worden is dan soms ook lastig te behappen. Nee, ik zie mijzelf als boer. Ik heb hier achter nog de camping heb ik nog 25 hectare weiland liggen. Dat laat ik me grazen door de pinken. En ik maait het ook nog voor in de winterdag, dat de pinken ook nog daar te eten krijgen. Mijn vrouw doet meer de recreatiekant met mijn zoon en mijn dochter. Het is best wel even wennen als je eerst gewoon een boerenbedrijf hebt waar je samen op aan het werken bent met alle rust van dien. En dat je dan ineens mensen gaat ontvangen. Ik had daar zelf niet zoveel moeite mee. Mijn vader en moeder, wij hadden een groentewinkel, dus daar liepen altijd al veel mensen. Dus ik was dat al wel gewend. Voor mijn man was die stap groter. En mijn kinderen waren dat ook niet gewend toen ze klein waren. En als er dan ineens een ander kind op jouw skelter gaat zitten, ja, dat was wel even slikken. En ze vonden dat niet altijd even leuk. Kom verder. Nou, hier verblijven dus de poezen die op vakantie zijn. Ik noem het voor hun ook gewoon een vakantie, want ze hebben hier eigenlijk gewoon een goede plek. Ja, ik zal me vooral gaan bemoeien met de koeien ook, om eventueel daar verder mee te gaan en de schapen. En eventueel dit uitbreiden tot meer kooien. Maar ja, echt. Rijk word ik er niet van. Het is echt voor, omdat het mijn hobby is. Omdat ik katten gewoon zo leuk vind. Van het mooie stukje wat we hier hebben. Mensen mee laten genieten. Vertellen waarom ga je zo met je koeien om. Waarom doe je het boerenbedrijf zo. Je kan de mensen ook een stukje educatie meegeven op die manier. Ja, dat geeft mij toch wel een kick om te doen. Recreatie als nieuwe inkomstenbron. Voor veel melkveehouders is het zoeken naar nieuwe inkomsten onontkomelijk. De laatste jaren is Midden-Delfland dan ook meer en meer verrijkt met campings, evenementenlocaties en recreatiemogelijkheden. De vele wateren, de uitgestrekte natuur en het open landschap bieden veel plekken om te ontspannen. Ook is er een zichtbare toename van het aantal streekproducten ontstaan. De bijen maken van nature die achtkantige vormpjes, cellen. Maar wat ik dus doe is kunstraad. Dat laat je zo persen. Of ze walsen het of ze persen het. En dan maak ik dus die, geef ik dus de voorbouw. Zo noem je dat eigenlijk. Dan zijn ze sneller klaar. Zo. Daar gaat hij weer. En dan komt, de honing eruit. Gaat door een dubbele zeef heen. Dus eerst vang je wat eventueel de wasdekseltjes op. De ongerechtigheden, de pootjes, de antennes van de bijen. Die gaan door nog een fijnere zeef. En dan heb je echt alles eruit gezeefd. Nou, en meer eigenlijk wordt er niet aan gedaan. Alles is wat je hier dus eruit komt, wat in de emmer komt, dat gaat in de pot. Wordt niet verwarmd of niks. Alle enzymen zitten er nog in. Nou, dan draaien we ze nog een keer om. Er zit natuurlijk ook nog wat in. Zo te voelen.
Kijk, en deze ramen die worden allemaal nog weer schoongelekt door de bijen. Overheerlijke lindenhoning. Nou, hier zijn we dus in de oude druivenserre. Deze hebben we meegenomen toen we in 1981 hier gingen beginnen met tuinen, Arnold en ik. En ja, we hebben het oude hout meegenomen van de oude tuin waar we 14 druivenserren hadden. En daar hebben we hier weer nieuwe bomen van gemaakt. En hier staan dus eigenlijk al ruim 30 jaar druivenbomen. We hebben altijd druiven geteeld, dus we zijn hiermee verder gegaan. Hier heb je onder de witte frankentalers hangen. Dat is ook een hele lekkere druif. Heel dun schilletje, heel sappig. Deze druiven worden al heel lang, hè, zeker 200 jaar in Nederland geteeld. In deze regio. Maar wel binnen. Want buiten kunnen ze sowieso niet groeien. Daar is de temperatuur niet goed voor. Maar binnen gaat dat heel erg goed. En zonder stoken dus ook, dat zie je. Dus het is dus wel mogelijk in Nederland. Zie hier het resultaat. Bovendien telen we biodynamische druiven. Wat wij van de boom afhalen aan blad en takken gaat weer terug in de grond. Dan kan die boom weer heel goed gebruiken. Wij investeren echt in onze bodem. Dat is ons belangrijkste, ja, onze belangrijkste investering in de toekomst. Nou, als we even hier langs de rij lopen, dan zie je al de trosjes hangen. Wat kleiner dan normaal. Maar dat zijn sowieso wijndruiven en hier zijn ze al ook wat kleiner dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar ze komen wel op suikergehalte wat nodig is en voldoende sap natuurlijk, waar dan de wijn van gemaakt wordt. Dus dit is de fles wat echt de streekwijn is. Hè? Wordt hier gemaakt. 14 daagjes wordt de rode wijn, omdat het natuurlijk de schilletjes die moeten dan meegaan in het gistingsproces. En dan wordt het rode wijn. Maar als je rode druiven direct perst, dan wordt het witte wijn. Dus zelfs de rode druiven kan witte wijn worden als dat direct geperst wordt. Ja, dus er zit hier een aansluiting. En dit is de opvangbak. En dan wordt dat zo in de vergistingstanks gepompt. En dan wordt het tot gisting gebracht. Ja, het zegt alles over de streek. Over de variëteit in de streek. Wat er allemaal uit de grond komt. Wat er groeit en bloeit. En het is bepalend voor het beeld van de streek. Super. Het is het visitekaartje van de streek eigenlijk. Genieten van wat het gebied te bieden heeft kan op vele manieren. Door de vele rivieren, sloten en meertjes is Midden-Delfland een recreatiegebied bij uitstek. Op een zonnige dag zijn er talloze kanovaarders, fietsers en zwemmers te zien. Minder zichtbaar is het werk dat wordt geleverd om de plek gereed te maken voor al deze recreanten. Die solabie die mengt het water en die haalt de algen uit de onderste laag. Om te zorgen dat ze naar de bovenkant komen, want dan komen ze niet tot bloei als zijn de blauwalg die giftige stoffen kan veroorzaken en waar de mensen last van krijgen. Dus als dat ding goed zijn werk doet, dan hoeft deze plas geen waarschuwing of negatief zwemadvies of zwemverbod meer te krijgen dit jaar. En zeker in combinatie met die stuwen die nu gezet zijn, verwachten we dat de solarbie echt zijn werk kan doen en hopen we dat we dit jaar een zwemseizoen hebben zonder afkeuringen van het zwemwater.
En we naderen de Hofbrug. De Hofbrug verbond de kerk met het kasteel Keneburg dat hier aan de andere zijde heeft gestaan. Dat kasteel is sinds 1798 weg, maar in de kerk van Schipluiden kun je nog de adellijke heren en vrouwen beleven. Ik sta hier in de kerk van Schipluiden, de dorpskerk van Schipluiden, boven de grafkelder van het huis Keneburg. Dat betekent dat hieronder liggen de heren en vrouwen van het huis begraven. De belangrijkste bewoner van de Keneburg was ridder Otto van Egmond. Van hem vinden we hier een grote grafzerk. Schipluiden is van ouds een dorp van ambachtslieden en middenstanders geweest. Wat de sporen van de scheepvaart betreft, de trekvaart, zit het dorp vol herinneringen. De paardenbrug. Daarover werden de jaagpaarden geleid die vanuit Delft naar Vlaardingen met sluis moesten en weer terug. We hebben in het dorp een benzinepomp van de Shell uit 1930. Een van de oudste Shell-pompen van Nederland. Achter ons ligt de trambrug van Schipluiden, nu een rijksmonument. Destijds gebouwd in opdracht van de Westlandse Stoomtramwegmaatschappij. Het woord zegt het al, hier reed een stoomtram. Aanvankelijk vooral personenvervoer, maar vanaf het midden van de jaren 20 vooral vervoer naar de veilingen. Het duurde tot ongeveer 1968. Toen hield het railvervoer op in deze streek. En vooral omdat de Vlaamse vaart door een open gebied loopt, is het dubbel aantrekkelijk. Ontspanning en recreatie kan ook therapeutisch zijn. Als nevenactiviteiten naast de boerenwerkzaamheden hebben sommige melkveehouders hun boerderij ook opengesteld voor zorgverlening. Nou, je kan het je gewoon niet voorstellen hoe ze dat gewoon beleven. We hebben een meisje die komt de koeien aaien en die begint bij de kleinste kalven. En die, ja, dat vindt ze zo geweldig, daar staat ze gewoon mee te praten. Ja. Ja. Die zijn nieuwsgierig, hè? Ja, die zijn nieuwsgierig. Daar kun je de rillingen van krijgen als je ziet hoe ze daarmee praten. En dat je denkt van, ja, het zal wel, maar zij bereikt er alles mee. Zo, Benno, dit was hem. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, geef maar. Nog even stukjes over. Ja. We beginnen hier altijd meestal in de stal. Met het, laat maar zeggen, strontvegen, strontscheppen. Ja, alles wat je hier doet heeft met stront te maken. Daar moet je wel aan wennen, laat maar zeggen. Ja. Maar goed, als je daar eenmaal doorheen bent, dan is het wel leuk werk. Wij merken aan de mensen die hier komen dat hier weinig prikkels zijn. Ze zijn hier echt in de element. Dat merk je ook echt aan de mensen. Ze komen graag. En vooral ook degenen die echt midden in de stad wonen. Allemaal geluiden, prikkels. Ja, dan komen ze hier en dat is gewoon een verademing. Als je hier komt op het erf. Het begint al als je de laan inrijdt. Dan valt van alles van ze af. Ja, je bent met dieren bezig. En het geeft je wel een beetje ontspanning ook als je aan het werk bent. Als je gewoon in de stal bent en lekker gewoon je voelt je vrij, zeg maar, weet je wel. Werken, wonen, genieten. Het leven in Midden-Delfland is bijzonder. Weliswaar zullen de uitdagingen door bebouwing en verstedelijking steeds meer toenemen. Maar wanneer de bewoners van binnen en buiten het gebied zich hard zullen maken voor Midden-Delfland, dan zal het landschap zo bijzonder blijven als het nu is.